naam is Koer Dekker. En je doet hier? Ik werk bij Theater Maatwerk. En Theater Maatwerk maakt theatervoorstellingen met acteurs met een verstandelijke beperking. We vieren dit jaar ons 25-jarig jubileum. En dat hebben we uitgebreid gevierd met maar liefst 5 nieuwe producties die we in dit mooie theater gespeeld hebben, maar ook door zwerven door heel Europa. Ik ben Annette. Ik zit heel de voorstelling achter de piano en tegelijkertijd moet ik op het podium kijken. Hoe ben ik hier terecht gekomen? Nou, dat is een tijdje geleden via een oudere vriend van mij. Die raadde mij aan om zeg maar toneellessen te volgen. Omdat ik wel eens in het verleden liedjes schrijf wat een beetje op toneelliedjes leek. Hoe is het om in een voorstelling over een nachtclub te spelen of muziek te maken? Ja, moet ik even denken wat ik daar op moet antwoorden. Ja, het is vrij heavy, toch wel. Een rood stuk tegen de rode cijfers, hoe zit dat? Waar het op neerkomt is dat het een keiharde bezuiniging is, vooral met name in de zorg. En dus, waar we hebben bedacht van, we gaan een nachtclub openen en we gaan onze cliënten dan maar exploiteren. Dan er zit niks anders op, dan moeten ze maar achter de ramen. Ja. Ik ben Terrence. Je hebt ook een rol in dit stuk. Wat is jouw rol? Mijn rol is, ik speel de beveiliging hier. Sorry heren en dames. Ik wil geen telefoons en ook geen foto's. Hij doet de camera. Is dit het eerste stuk van Maatwerk waar jij meedoet of zit je al langer bij? Ja, ik heb in meerdere stukken gespeeld, maar ik heb geen idee hoeveel. Iedere dag is een groot feest samen te zijn. Zonder u niet. Ik ben Maurice de Jong. En jij begeleidt deze voorstelling, heb ik begrepen? Ja, ik ben hier regisseur. Ik ben bij Theater Maatwerk, ben ik artistiek leider. Mm-hmm. Wij spelen eerst nog 3 try-outs vanaf 12 december tot 14 december. Dan gaan we op 15 december, zaterdag, gaan we in première. En dan spelen we tot 13 januari het volgend jaar. Heide, wat is er aan de hand, Chantal? Hij wil niet betalen. Wil hij niet betalen? Nee. Is het een zakken dan? Jakker, hoe ga je? Theater Maatwerk is onderdeel van Paameijer, een grote zorgaanbieder in de regio Rotterdam. Mm-hmm. En cliënten met een verstandelijke beperking kunnen zich aanmelden. Dat kan voor Theater Maatwerk. Maar we hebben bijvoorbeeld ook nog de Art & Craft Academie. Mm-hmm. Daar, als je nog niet zo heel ervaren bent in het dansen of toneelspelen, dan kun je in eerste instantie daar terecht. Mm-hmm. Dat werkt ook een beetje als een soort kweekvijver voor Theater Maatwerk. En heb je voldoende talent, dan kun je een soort doorstromen naar Theater Maatwerk. En maak je 5 dagen per week hier met ons theater. Weet je wat? Doe dat maar. Je hebt het best wel druk, hè, met bruiloft en kip van Joe. Gaan we nou eens de broodjes staan bakken? Ik vond het geweldig. Dat is al de 4e of de 5e voorstelling die ik gezien heb. En ik geniet er iedere keer weer van. Heel het enthousiasme en ik heb me geen moment verveeld. Echt heel te blij. Was het de eerste keer of niet? Ja. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja, echt waar. Dus, was je nog lachen? Ja. Ja, het was echt leuk. Want mijn hart is met je meegegaan. Dus is de, je neemt allemaal mee. De
voorstelling is gebaseerd op een stuk van Molière, een oud stuk, De Vrek. En wij hebben dat oude stuk helemaal omgebouwd naar In de Rode Molen, zoals wij het noemen. Je kunt het een beetje vergelijken van als je in de achtbaan zit en die achtbaan die gaat eenmaal rijden, dan kun je niet meer uitstappen. Zo'n soort gevoel. Ja, dat klinkt heel spannend. Als je in de achtbaan stopt en die hekken gaan dicht, dan kun je nog eventjes snel die hekken openmaken. Maar als dat ding begint te rijden, ga dan maar niet uitstappen.